Weet jij, Theo, wat ik mag doen? Ik mag Katja interviewen. Ken jij Katja, Theo? Katja heeft de mooiste tieten van de hele wereld. Ik weet nog niet wie die Katja is, maar alle bladen zeggen dat Katja heeft tieten, jongen. Goh, echt zulke tieten. Heet jij Pier? Pierre Peters. Ik ken jou helemaal niet. Ben jij van de showredactie? Nee, we hebben geen showredactie op de krant. Jawel, jullie hadden toch die Albert Verlinde die aan AIDS gestorven is? Die was toch van de showredactie? Hij zat bij de kunst. Oh. En jij bent zijn opvolger. Pas maar op dat je niet ook AIDS krijgt. Bij jullie op de krant heeft volgens mij iedereen AIDS. Meer de gay krant. Niet, ik neem je niks kwalijk. We kunnen het interview ook niet doen. Graag zelfs. Ja, het spijt me. Ik heb nog nooit... Nee, ik ken je niet. Dat is lief van je. Ik ken je films niet. Je bent een schat. Behandel je alle mannen zo? Nee. Alleen zij die hun vak niet verstaan. Andere conclusie komen. Dat zou ik graag vragen aan minister Remkes. We hebben enige weken geleden al een aanvraag gedaan voor een interview met minister Remkes. Destijds heb ik jullie aanvraag ook gezien en toen hebben we hem ook aan Remkes voorgelegd. Dat was al enige tijd geleden inderdaad. En toen heeft Remkes wel bewust gezegd dat niet te willen. Dus het is kansloos als ik het hem nog een keer zou voorleggen. Dus dat wordt, blijft gewoon nee. Wat? Maar jullie hebben die uitspraken van Noureddin niet serieus gedogen. Dus daar zijn jullie even de mist in gegaan. En diegene zou zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Want Theo van Gogh is dood. En daar moeten wij voortaan mee leven.